Jullie onderwerp van vandaag, de klimaatrobuuste Beekdallandschappen. Panorama Nederland hebben wij gemaakt eind 2018, aangeboden aan minister Ollongren. En was onze visie van het college van Rijksadviseurs op de toekomstige inrichting van Nederland voor de komende pak een beetje 30 jaar. Die hebben we gemaakt omdat toen het proces van de NOVI, Nationale Omgevingsvisie, al een tijdje bezig was, maar nog niet heel erg ruimtelijk werd. En in overleg met de minister hebben wij toen besloten om die visie te gaan maken als input voor de Nationale Omgevingsvisie. Panorama Nederland kijkt op een bepaalde manier naar ons land, naar de werkelijkheid en ook naar de ontwikkelingen die daar zijn. En heel centraal daarin staat dat wij ruimtelijk kijken en integraal en lange termijn. En wij pleiten ook ervoor om alle opgaven, de grote opgaven waarvoor we in Nederland staan, dus ook de opgaven rond de Beekdalen, om die op deze manier aan te pakken. Panorama Nederland is overigens een boek en een website, kunnen jullie allemaal ook nakijken. Er is ook een app, er is ook een reizend panorama, een cirkel van 8 meter doorsnede waar je in kunt gaan staan. En dan kun je om je heen kijken, het is eigenlijk één grote Photoshop, kun je om je heen kijken en zien hoe wij denken dat Nederland er over 30 jaar uit zou kunnen zien, als je de grote opgaven op een goede manier met elkaar weet te verbinden en met de toekomst weet te verbinden. Dit zijn de vier grote opgaven, waarvoor de grote transities die wij hebben gedefinieerd. We willen Parijs halen, gaat over de energietransitie. Er moet nog 1 miljoen woningen bij, vooral in de Randstad. Wow. We willen droge voeten houden en een koel hoofd. Het gaat over klimaatadaptatie. En de landbouw is in transitie. En het rommelt nogal in die landbouw op dit moment, maar dat hoort allemaal bij de opmaat naar een nieuw perspectief. Wat je heel erg ziet, is dat die grote opgaven, die zijn in zichzelf eigenlijk al heel complex. Je ziet dat die opgaven eigenlijk veel nog los van elkaar worden beschouwd. En dat ze in termen van moeten worden beschreven. Dus we zien het niet zozeer nog als een kans, maar we zien het vooral als een probleem eigenlijk. Wij pleiten ervoor om die opgaven niet in termen van moeten te beschouwen, maar in termen van kansen. Om Nederland rijker, hechter en schoner te maken. En dus moet je ze met elkaar verbinden. Nou, dit is het panorama, dat reist door het land. Je kunt op de website kijken waar die is. Hij heeft nu ruim een jaar al rondgereisd, overal in gemeentehuizen, provinciehuizen, waterschapshuizen. Staat hij meestal een week, 2 weken, organiseren we debatten omheen. En heeft inmiddels ook allerlei spin-off. Panorama Twente wordt aangewerkt. In Friesland zijn ze mee bezig. Op allerlei andere plekken ook. MRA wordt overgedacht. Metropoolregio Amsterdam. Heel belangrijk is dus dat we ervoor pleiten om van moeten naar kunnen te gaan. En een gedeeld verlangen als motor te gebruiken. Dus niet iets ingewikkeld zwaars en zwaarmoedigs. Maar iets fijns om aan te werken. En we willen graag een verlangen naar die toekomst opwekken met dat panorama. En dat verlangen opwekken, dat zijn we een beetje vergeten in de afgelopen decennia. Maar bijvoorbeeld in de wederopbouwtijd, de jaren 50, 60, hebben we gezien dat optimisme en verlangen een enorm krachtige motor kunnen zijn voor verandering. En dat optimisme en dat verlangen naar die toekomst willen wij ook bevorderen met Panorama Nederland. En het is niet alleen maar omdat we dat zo leuk vinden, maar ook omdat we denken dat we niet anders kunnen. We hebben niet de ruimte, ook niet het geld en ook niet de tijd om al die opgaven los van elkaar te adresseren. Als we ze niet in samenhang met elkaar beschouwen, dan loopt het vast. Dat zie je nu ook al gebeuren op allerlei plekken. 4 ruimtelijke thema's, ik noemde ze al, 4 ruimtelijke grote opgaven. Met als overkoepelend thema solidariteit. Dat is voor ons heel belangrijk en het gaat om solidariteit binnen Nederland bijvoorbeeld, tussen arm en rijk, tussen hoogopgeleid en laagopgeleid, tussen verschillende bevolkingsgroepen, maar ook om solidariteit met de rest van de wereld. Wij kunnen wel de rest van de wereld benutten om onze welvaart overeind te houden, maar uiteindelijk loopt ook dat spaak. En zeker niet als laatste solidariteit met toekomstige generaties, met onze kinderen en onze kleinkinderen. We hebben Panorama Nederland verdeeld in 4 thema's die hier in beeld zijn. Normaal gesproken begin ik met water, maar vandaag, omdat we het vooral over water hebben, eindig ik daarmee. Die heb ik ook het grootst gemaakt in deze presentatie. Ik begin met een rijk boerenland, daar pleiten wij voor.
Landbouw is op dit moment niet meer in evenwicht met het landschap, eigenlijk al decennia niet, en met de natuur en met de maatschappij. En wij pleiten ervoor om dat op een nieuwe manier weer dat evenwicht tot stand te brengen. Als we kijken naar het percentage van ons inkomen, wat we aan voedsel uitgeven, dan is dat steeds minder geworden eigenlijk. Hè. Op dit moment hebben we het eigenlijk ontzettend goed voor elkaar. We besteden een relatief klein deel van ons inkomen aan voedsel, als je het vergelijkt met het verleden. En bovendien hebben we ook nog eens een keer ontzettend veel keuze, voedsel van een hele hoge kwaliteit. Dus in Nederland, er zijn weinig plekken in de wereld waar je zoveel voedsel voor zoveel keuze ook hebt tegen zo'n lage prijs. Het probleem is alleen dat het lijkt alsof het zo goedkoop is. We betalen die prijs wel, maar we betalen die op een andere manier. En wij als college zeggen dat wij eigenlijk met z'n allen interen op ons maatschappelijk kapitaal. Ons maatschappelijk kapitaal is de schone bodem, het schone water, de schone lucht, de biodiversiteit, het mooie landschap. En als je daarnaar kijkt, dan is dat voedsel ineens niet meer zo goedkoop. Boerenlandvogels zijn fors teruggelopen in de afgelopen 50, 60 jaar. Als je kijkt naar de biodiversiteit in Nederland, dan zie je dat Nederland, als het gaat om de instandhouding van habitattypen, helemaal onderaan het lijstje bungelt. Ik zei het al, we teren in op ons maatschappelijk vermogen. En die landbouw die we nu hebben, althans de meeste daarvan, die gaat ten koste van heel veel. En ook voor die boer is het in heel veel gevallen niet meer zo aantrekkelijk om verder te boeren op de manier waarop nu geboerd wordt. Je ziet dat boeren overal tegen grenzen aanlopen, maar dat het heel lastig is om te veranderen. Uit onderzoeken, onder andere van Trouw, een heel groot onderzoek een aantal jaar geleden, blijkt ook dat de meerderheid van boeren graag veel duurzamer wil, veel meer met oog voor biodiversiteit, et cetera. Alleen de padafhankelijkheid, zoals dat heet, is heel groot. Boeren hebben geïnvesteerd in een bepaalde richting. En om van richting te veranderen, dat is heel ingewikkeld. Het kost veel geld en is moeilijk. En daar moeten boeren bij geholpen worden. Daarom pleiten wij als college voor een nieuw deal tussen boer en maatschappij. Met als output een eerlijk inkomen voor de boer en een gezond en aantrekkelijk landschap. Dat hebben we in Panorama Nederland bepleit. En dat hebben we daarna hebben we dat ook in een prijsvraag, Brood en Spelen, hebben we dat centraal gesteld. Die in de zandgebieden van Nederland, dus op waar de Beekdalen zijn, speelden. De deelnemers daarvan, 16 teams, zijn als winnaar aangewezen. Die werken daar nu hun plannen uit. Daar is net een advies over verschenen, hebben we gemaakt. Staat op onze website. We werken ook aan 3 pilots in de klei, in de Marne in Groningen, in het zand, op het zand in Salland en in de Krimpende Waard in het Veen. Om samen met boeren en ontwerpers en onderzoekers te kijken hoe die nieuwe deal er nou precies uit kan zien. En hoe kun je dan zo'n eerlijk inkomen genereren. Die pilots die zijn bijna klaar en we zijn nu aan het schrijven met een advies daarover. En dat komt waarschijnlijk net voor de zomer nog uit. Belangrijk daarbij is natuurlijk ook dat die bodem weer gezond wordt. Is ook van belang voor het vasthouden van water. Als het stikstofgehalte of de koolstofgehalte omhoog gaat, dan is ook het water vasthoudend vermogen groter. En de biodiversiteit, et cetera. Dat is een belang eigenlijk van iedereen. Van de boer, maar ook van anderen. Het betekent dat je maatschappelijke diensten die de boeren... Dus aan de ene kant moeten boeren zich natuurlijk houden aan steeds strenger wordende regels. Die gaan over uitstoot en over belasting van het milieu. Maar daarnaast verrichten boeren maatschappelijke diensten. Bijvoorbeeld in de vorm van landschapsbeheer, groenblauwe diensten. En die moeten natuurlijk vergoed worden. En daar zijn nu nog te weinig instrumenten voor. En daar pleit ook de commissie MAI voor. Die gaat over het verdienvermogen van de kringlooplandbouw. We hebben vorige week gezien in het advies van de commissie Remkes, of deze week was het zelfs, het moet echt anders. En daar hoort bij ook een goed verdienmodel voor de boer. En daar hoort ook bij een plan voor, een ruimtelijk plan, voor hoe dat allemaal in dat landschap tot uiting gaat komen. Die plannen voor het landschap en water, die kun je heel goed in samenhang met elkaar bekijken. Dit is een plan wat ik met mijn bureau, dat is mijn andere deel van mijn werk, gemaakt heb voor de Drentse A, waarin het Beekdalenlandschap eigenlijk in samenhang met het landbouwlandschap is bekeken. Tweede onderwerp gaat over verstedelijking en over infrastructuur. We hebben dat genoemd meer tijd voor elkaar, omdat het vooral gaat ook over nabijheid. En wij pleiten ervoor om stedelijke ontwikkeling in te zetten als een motor voor een aantrekkelijke en sociale leefomgeving. Als je kijkt naar de grote opgaven, dan hebben we nog ongeveer 1 miljoen woningen nodig tot 2040. Dus het is
we moeten tempo maken. Je ziet dat het aan alle kanten ook vastloopt en dat het tempo niet gehaald wordt. Mm-hmm. De groei zit vooral in de Randstad en in de Ruit, zoals wij die noemen, met een groot deel van Brabant en Gelderland en deel Overijssel en deel van Noord-Holland-Zuid-Holland. En het is een ander soort groei dan voorheen. Het gaat vooral om kleinere woningen, dus huishoudverdunning. Dus we moeten ook niet meer alleen eengezinswoningen bouwen. En wij pleiten ervoor om die opgave te concentreren binnen het bestaansstedelijk gebied, omdat je daarmee zowel als stad als landelijk gebied een dienst bewijst. We hebben nog 4 minuten ongeveer voor jouw stuk. Sorry? We hebben nog 4 minuutjes. Dat ga ik niet redden. Het landelijk gebied neemt fors af. Elke dag met 8,3 hectare. En we moeten op een andere manier kijken ook naar de manier waarop we met onze planning omgaan, met steden omgaan. We hebben een ruimtelijke ordeningstraditie die vooral gaat over scheiding en we moeten veel meer naar functiemenging in een dynamische stad. En nabijheid stimuleren en daardoor ook woningbouw en andere stedelijk programma met elkaar mengen. Er zijn allerlei adviezen over die we zelf gemaakt hebben over verstedelijking, ook over het tegengaan van de verdozing. En dat betekent ook nadenken over vergroening van de steden. Je moet aan de ene kant die steden worden verdicht en tegelijkertijd moeten ze worden vergroend. Daar zijn plannen voor nodig, zoals hier bijvoorbeeld in Groningen het groenplan. Waarbij je ziet dat de grote versteende harde oppervlakten moeten worden vergroend naar zachtere oppervlakten waar ook water kan infiltreren. Dus ook van belang voor Beekdalen. Derde onderwerp gaat over nieuwe energie. We hebben natuurlijk de doelstellingen van Parijs ondertekend als Nederland. We hebben nu een klimaatakkoord, we zijn met de RESSEN bezig. 30 regionale energiestrategieën. Die zijn nog sectoraal, dat is ook prima om mee te beginnen. Maar het wordt nu wel tijd om die opgave ook te verbinden met andere opgaven tot regionale omgevingsagenda's. Zoals hier bijvoorbeeld in de regio Leiden, Hart van Holland, al gebeurt. Heel erg belangrijk is ook om die energietransitie te beschouwen in relatie tot andere opgaven en tot de regionale kenmerken en kwaliteiten. Ik zei het net al, je moet ze echt met elkaar verbinden. Een advies daarover wat we gemaakt hebben is via Parijs. En dat gaat over hoe kun je nou Nederland energie neutraal krijgen en zonder het landschap te verpesten. Zonder het landschap eigenlijk alleen maar slachtoffer te laten worden van alle dingen die gaan verschijnen in het landschap. Onderdeel daarvan is dat we zeggen, je moet ontzettend zuinig zijn op die mooie landbouwgronden die we hebben. Die landbouw moet weliswaar een verduurzamingsslag ondergaan. Maar als je kijkt naar de schaal van de wereld, het veel groene, dat zijn de goede landbouwgronden op de wereld. Dat is nog geen 10%. Nederland is daarbij eigenlijk nog de topper. En je zou, als je op wereldschaal kijkt naar Nederland, zou je wel gek zijn om die goede landbouwgronden te gaan beleggen met zonnepanelen. Wij pleiten dus ook voor een verbod op zonnepanelen. In Via Parijs hebben we uitgerekend of dat kan. En het antwoord is ja, dat kan. Ze zijn niet nodig om Parijs te halen. Ze hebben een grote negatieve impact. De bodem gaat dood. Je kunt veel moeilijker water infiltreren. Als ze er eenmaal liggen, gaan ze niet meer weg. Het is heel moeilijk om... voor de kringlooplandbouw is extra grond nodig. Meer grond nodig voor verduurzaming. En je krijgt eigenlijk minder grond. En bovendien drijft het grondprijzen op, wat niet in het belang is van jonge boeren. En je moet ze al helemaal niet in Beekdalen leggen natuurlijk, zoals in Renkum geprobeerd is. Dat is inmiddels gelukkig vernietigd door de provincie, dat besluit. Maar ze wilden het wel graag. Kom ik bij mijn laatste thema, en het belangrijkste misschien voor vandaag. Hoewel en dat gaat naar Beekdalen toe. We gaan nu naar Beekdalen. Ja. We gaan nu naar Beekdalen. Fijn. Ja. We gaan naar het vierde thema, en dat heet Water verbindt ons. En dat betekent dat we nadenken over de manier waarop we de grote wateropgave, de klimaatopgave, kunnen verbinden met de ruimtelijke opgave. We zijn natuurlijk overal aan het werk met adaptatie aan de gevolgen van de klimaatverandering. Het gaat voor een deel over wateroverlast, maar gaat zeker in, rond de Beekdalen ook over watertekort. En dat betekent dat we nog veel meer dan nu, hoewel we aan wordt gewerkt, maar veel meer dan nu water langer moeten vasthouden. We lijken wel gek hè, als we in januari het water zo snel mogelijk naar de zee sturen en dan een paar maanden later overal proberen om het water uit de grond te trekken, om de gronden te besproeien. We moeten dat echt veel langer vasthouden op een veel grotere schaal. En ook het water wat via, niet alleen de neerslag, maar ook het water wat via onze rivieren binnenkomt. Ja, want daar hebben we eigenlijk het meeste overschot aan water, om dat ook veel beter te benutten. Waterkwaliteit is daarbij heel erg van belang. Nog maar 97%, liefst 97% van de regionale wateren was een paar jaar geleden nog steeds niet goed als het gaat om de waterkwaliteit. Het zal nu een paar procent beter zijn, maar er is nog een enorme kwaliteitsopgave.
Wij vinden dat je bij alle wateropgaven ruimtelijke kwaliteit als expliciete doelstelling zou moeten stellen. Zoals bijvoorbeeld gebeurde in het programma Ruimte voor de Rivier. Dat betekent eigenlijk dat je een praktische noodzaak aangrijpt om een kwaliteitsimpuls aan gebied te geven. Elke wateropgave is in essentie een ruimtelijke opgave, vinden wij. Pak het ook ruimtelijk op en kies voor een ontwerpende benadering. Als je dan dit schema ziet wat net gepresenteerd is, je ziet hieraan ook dat die wateropgave echt een ruimtelijke opgave is. Het gaat om infiltratie, maar het gaat ook om zonering, het gaat om inrichting, positionering. Dus beschouw het echt als een ontwerpopgave. En we hebben allerlei voorbeelden in Nederland, zoals hier bijvoorbeeld een Ruimte voor de Rivierproject bij Nijmegen, waarin je kunt zien dat je met die wateropgave ook nieuwe natuur, nieuwe woongebieden, aantrekkelijke woongebieden en fantastische landschappen kunt maken. Je kunt ook dat vasthouden van zoet water beschouwen als een kwaliteitsimpuls, bijvoorbeeld voor natuurgebieden en ook voor landschapskwaliteit. Je kunt daarmee ook verbindingen maken, ruimtelijke verbindingen tussen stad en buitengebied. Wow. En daarmee een kwaliteitsslag maken in de steden en ook de verbindingen naar buiten beter maken. Je kunt ook de beken in de stad op een hele goede manier verbinden met de beken buiten de stad. Zoals hier in het project in Assen gedaan is. En tot slot iets over governance. Het gaat over sturing. Dit gevraagd om regie. Regie waarbij overheden een belangrijke rol zullen spelen. En wij pleiten ervoor om dat te doen met oog voor kwaliteit. En op de lange termijn gericht, dus rentmeesterschap. Maar ook de koopman. Wij pleiten ervoor om maximaal rendement na te streven op geïnvesteerde maatschappelijke euro's. Eigenlijk een hele zakelijke benadering. Als je 1 euro uitgeeft voor waterberging bijvoorbeeld, waarom zou je dan voor diezelfde euro niet ook natuur kunnen krijgen en niet ook landschapskwaliteit kunnen krijgen? En wij vinden dat je dat zou moeten nastreven. Dat was het, dank u wel.